En een ander feitje, Kozakke Boys in het grijs won vorig seizoen geen van de twee confrontaties met Koninklijke HFC. In Haarlem werd het 4-0, in Werkendam 2-2. Maar hier is het 1-0 voor Kozakke Boys. El Azouti is de maker van het doelpunt. Al vroeg in de wedstrijd, na 11 minuten. Op aangeven van Julian Agatowski. Die goed weggestoken wordt door Montero. En dan is doelman Boks kansloos en leidt Kozakke Boys. En de Kozakken willen meer en krijgen dat bijna, maar doelman Boks ligt in de weg. En Ted Verdonkschot zal er niet gerust op zijn, de trainer van Koninklijke HFC. En het wordt erger voor HFC als Hols hands maakt. En El Azouti mag aanleggen van 11 meter en dan is het vlak voor rust 0-2. Het is het 11e competitiedoelpunt van El Azouti. De skybox van Koninklijke HFC. En die zien in de tweede helft Tameres dichtbij de aansluitingstreffer. Kozakke Boys heeft alle geluk van de wereld op de kopbal van de oud-gediende. Van Son dan. Met Gari. Gari gaat onderuit. Van Son mag door. En Arend zet of mist Van Son. U mag het zelf zeggen. Feit is dat Koninklijke HFC aandringt. En hier weer een goede mogelijkheid heeft. Nu is het Van Soest die de bal net niet lekker raakt. En Arends kan redden. Veel Werkendamse supporters in Haarlem. De hoekschop van Kastien. De kopbal van Boer, de centrumverdediger. De jongeling, de vervanger van de naar Rijnsburgse boys vertrokken Opoku, die zo vaak scoorde. Nou, Boer treedt hier in zijn voetsporen. Al moet wel gezegd, het is pas zijn eerste van het seizoen. Maar het eerste schaap is over de dam. De 2-2 hangt in de lucht, maar valt uiteindelijk niet. Omdat Koninklijke HFC de kansen weigert te benutten. En zo wint Kozakke Boys voor het eerst in de geschiedenis een competitiewedstrijd tegen Koninklijke HFC. In Haarlem wordt het 1-2.